Goedenavond, het is 9:54. Dit is hier en nu met de volgende onderwerpen. De olieramp in Alaska. Autorijden onbetaalbaar. Ophef over kunstvandaal. Grote actie tegen huidkanker. En tot slot, onafhankelijkheid van Namibië komt in gevaar. We beginnen met het laatste nieuws uit Alaska. Morgen wordt na ruim een week eindelijk een poging gedaan de tanker die de olieramp veroorzaakte te bergen. En daarbij kijkt de Nederlandse firma Smittak voorlopig toe. In het rampgebied is verslaggever Frank van der Linden van VPRO Radio en we hebben hem nu aan de telefoon. Frank, hoe is de stand van zaken op het moment? Nou, de stand van zaken is dat exact over 24 uur de eerste bergingspoging ondernomen gaat worden. En daar is vannacht met een cynisch on the rocks op geproost door de mensen hier. En hoe zit het nou met de betrokkenheid van Smittak in deze operatie? Nou, er zitten 6 mensen van Smittak in Anchorage ongeduldig te wachten of ze worden ingezet of niet. En tegelijkertijd zitten hier 2 mensen van Smit in Valdez zelf. En die zeggen, we kunnen eigenlijk alleen maar hopen dat die bergingsoperatie zo slecht mogelijk verloopt. Je moet in dit vak nou eenmaal hard en koud commercieel denken. Want als het slecht gaat, dan hebben wij een kans om te worden ingezet. En dan kunnen we echt geld verdienen. Voorlopig staan we aan de zijlijn. Valt er in te schatten hoe moeilijk deze klus wordt? Ja, enigszins. De mensen van Smit zeggen, het is geen hocus-pocus verhaal. Het zou kunnen lukken. De cruciale vraag is, hoe diep steekt dat rif nou eigenlijk in dat schip? Dat is echt niet vast te stellen. Als duikers naar de romp zich zouden begeven, dan komen ze in oliewolken, want het schip lekt nog steeds. En bovendien zouden hun rubberen pakken onmiddellijk in de chemische verbinding van die olie oplossen. Dus het is niet echt vast te stellen hoe diep dat rif erin steekt. En dat is natuurlijk essentieel om te weten hoezeer het schip omhoog moet komen om van de rif af te raken. Maar is men optimistisch over een eventueel succes? Dat is allemaal zeer de vraag. De burgemeester heeft in een vertrouwelijk gesprek gezegd, waar ik van hoorde van een burgemeester, van een inwoner hier in Valdez, dat het misschien wel zo is dat Valdez er een kunstmatig rif voor de kust bij heeft gekregen in de vorm van die boot dus. Kortom, hij heeft laten doorschemeren dat hij het nog maar de vraag vindt of dat schip er echt van afkomt. En uit de vertrouwelijke mededeling van Exxon-chef Aya Rossi heb ik gisteren begrepen, hij zei dat na de persconferentie tegen me, dat het rif er maar liefst 34 voet, dat is ruim 12 meter, insteekt. En de mensen van Smit zeggen dat dat betekent dat de klus lang niet zo makkelijk wordt als men hier aanvankelijk de tijd heeft gedacht. Ben je eigenlijk nog meer te weten gekomen over de mogelijke oorzaak van deze ramp? Ja, er is één interessant nieuwsfeit. Dat heeft te maken met de zogenaamde ijzersterking rondom een schip. Schepen kunnen worden uitgerust met extra platen rondom de boeg en dergelijke op het waterniveau, het niveau waarop ijsbergen drijven, om te voorkomen dat ze snel doorstoken worden door die ijsberg bij een aanvaring. De mensen van Smit die hebben mij inzage gegeven in Lloyd's scheepsregister 88-89. Uit daaruit blijkt, dat vind ik opmerkelijk, dat dit schip dat toch veel in een ijshaven vaart, niet is uitgerust met ijzersterking. En dat men wellicht is gaan slalommen rondom de ijsbergen, wellicht zeg ik, en daardoor uiteindelijk op het rif terecht is gekomen. Oké, goed Frank, we laten het hierbij. Bedankt voor je toelichting. Merci. Tot zover de olieramp in Alaska. We gaan verder met de actualiteit uit eigen land. Aard. Ja, en dan gaat het over de vergaande plannen van minister Smit-Kroes om binnen enkele jaren fors tol te gaan heffen op een aantal autowegen. Inzet, het autoverkeer drastisch terugdringen ten gunste van het milieu en het openbaar vervoer. Marcel Kwartol geeft tekst en uitleg. Files, een dagelijks beeld. In Nederland zijn momenteel zo'n 5 miljoen auto's. In het jaar 2010 zullen dat er ruim 7 miljoen zijn. Om de enorme files te verminderen heeft minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat een plan naar de Tweede Kamer gestuurd om het autogebruik te ontmoedigen. Ik stel vast dat het autobezit nog gigantisch gaat groeien. Ik stel vast dat we graag als Nederland, als poort van Europa, willen blijven functioneren voor het goederenvervoer via de havens, de luchthavens. Ik stel vast dat we onze veilingen en dat we onze economische processen in allerlei sectoren graag in Europa nog meer willen uitbouwen. Dus moet ik zorgen dat de wegen dusdanig zijn dat daar in ieder geval dat belangrijke vervoer geen hinder of zo weinig mogelijk hinder. Maar kunnen we ons dan permitteren een eigen systeem te hebben? Moeten we juist niet toe naar een internationaal systeem? Is dat niet veel belangrijker? Nee, want wij moeten hier de doorgang goed houden.
Om die doorgang te handhaven is het nieuwe plan van de minister erop gebaseerd dat de automobilist moet gaan betalen voor het gebruik van autowegen. Tolheffing in Nederland via een elektronisch betaalpasje lijkt onontkoombaar. Met schaarse goederen hebben we de goede gewoonte om via het prijsmechanisme daar een stuk verdeling in aan te brengen. Te kijken wanneer u het die prijs waard vindt en dat ik misschien thuis blijf of de fiets nemen of het openbaar vervoer. We hebben daar uitgebreid op gestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat dit passagepasje een goede mogelijkheid geeft om mensen die afweging te laten maken. Het uitgangspunt is dat er in de Randstad op diverse plaatsen zogenaamde meetpunten worden geïnstalleerd. Een meetpunt, dat moet u zich voorstellen, dat kunnen gewoon bestaande portalen zijn waar elektronische apparatuur eenvoudig aan is gemonteerd. En waarbij in de auto, wat we hier zien, heel eenvoudige elektronische apparatuur aanwezig is. Wanneer een auto zo'n punt passeert, dan wordt er via elektronica een zogenaamd betaalpasje afgewaardeerd. Zo'n betaalpasje, dat moet u zich voorstellen, dat heeft een elektronische waarde, een elektronische portemonnee, zou je kunnen zeggen. Dat kaartje, dat wordt afgewaardeerd na elke passage. Wanneer het volledig afgewaardeerd is, wanneer het op is, kan dat weer op diverse plaatsen in het land, op zogenaamde opwaardeerstations, elektronisch wordt opgewaardeerd. Dus u koopt één keer zo'n kaartje en dat kunt u dus regelmatig weer gebruiken. Het project rekeningrijden is nog lang niet volledig uitgewerkt. Ook de Tweede Kamer moet het plan nog goedkeuren. En verschillende maatschappelijke organisaties hebben hun kritiek al geuit, zoals de Stichting Weg, het overkoepelende orgaan waarin onder andere de BOVAG en de ANWB zitten. We denken dat het te duur is. Er staat in de alternatieven vermeld dat het 57 miljoen per jaar zou gaan kosten. Wij vrezen dat het veel meer zal zijn. Vorig jaar hebben we al begroot dat het minimaal 100 miljoen per jaar zou zijn als het meer is. Wij vinden dat een vrij kostbare zaak, zeker wanneer dat bruto maar 400 miljoen moet opleveren. Een ander punt is dat wij denken dat het te complex is. Er moet een systeem opgezet worden wat zo'n 1,5 miljard mutaties per dag moet gaan verwerken. Wij denken dat betekent een complete postgirodienst ernaast, zou ik haast willen zeggen. De trend is er niet naar om naar zeer complexe systemen te werken. We vrezen dat daar allerlei problemen mee gepaard kunnen gaan. Nou is de kritiek een beetje dat het te duur zou zijn en te ingewikkeld het systeem. Ja. Te duur. Duur is een heel relatief begrip. U moet al denk ik afzetten tegen wat bereik je ermee. Wat je ermee bereikt is grote reductie aan wachttijdkosten. Wat wij gedaan hebben, dat is zo heel globaal gekeken naar die afweging. En alleen al kijkend naar wachttijdkosten, zullen de kosten ruim opwegen tegen deze baten. Nog los van, en dat is ook een hele belangrijke factor, de milieubelasting die hiermee wordt voor een groot deel voorkomen. De elektronische tolheffing, ofwel het rekeningrijden, moet de files verkleinen, de bereikbaarheid verbeteren en zo mogelijk de leefbaarheid vergroten. De inkomsten zijn ook bedoeld om toekomstig verkeerstunnels in de Randstad te financieren. Wanneer is de bedoeling dat dit ingevoerd gaat worden? Gedacht is om in 1992 het systeem uit te testen en afhankelijk van de testen om het daarna in te voeren, zodat het in 1995 in de Randstad ingevoerd kan zijn. Met de eenheid van Europa voor de deur is er nog lang geen sprake van een eenduidig systeem van tolheffing. Zo hebben bijvoorbeeld Frankrijk en Italië tolwegen. In Zwitserland wordt jaarlijks de extra wegenbelasting geheven middels speciale stickers. Moeten straks ook de buitenlandse autorijders in Nederland elektronisch tol gaan betalen? Mijn bedoeling is om de buitenlanders vrij te stellen van deze taak, totdat zou blijken dat in die landen, en u weet, we hebben heftige discussies met bijvoorbeeld Duitsland, als die landen ons daar wel belasten, dan vind ik dat er ook niet erg veel reden meer is om de Duitse automobilist hier niet te belasten. Want wij betalen ook als we in Zwitserland moeten rijden, moeten we een sticker aanschaffen. Ja, ben met u eens. Ik vind dat overigens verwerpelijke systemen, want ik vind de afspraak die we tot nu toe hadden, dat iedereen in zijn eigen land betaalt voor de wegen en daarop dus ook gebruik kan maken van de buitenlandse wegen, een heel efficiënt en een heel goed werkend systeem. Als andere landen daarvan gaan afwijken, ja, al te goed is buurmans gek, dan houden wij ook op. Ja, de ambitieuze autoplannen van minister Smit-Kroes uit te voeren door de volgende regering en goed te keuren door een nieuwe Kamer. We gaan verder met ons weekoverzicht.
Deze week in het nieuws. Woensdag, kaping loopt goed af. Twee jonge Tsjechen dwingen een Hongaars toestel naar West-Duitsland te vliegen. Daar hebben ze inmiddels politiek asiel gevraagd. Donderdag, schilderijen vernield. Met een mes worden Hollandse meesters aan flarden gereten. De dader loopt kort na de aanslag alweer vrij rond, maar moet wel een psychiater raadplegen. Museumbezoek voorlopig verboden. Vrijdag, Lubbers en De Korte maken knallende ruzie over milieuplan. Minister De Korte zou hebben gelekt en premier Lubbers gelogen. Een botsing die de coalitie onder druk zet. Zaterdag, Namibië op weg naar zelfstandigheid. Maar hevige gevechten tussen Zuid-Afrikaanse troepen en SWAPO-guerrilla's doen aan het welslagen van de UNO-operatie twijfelen. Zondag, grootste moskee van Nederland geopend, zei het na grondig politieonderzoek. Aanleiding hiervoor de protesten rond het boek van Rushdie en de dubbele moord in de Brusselse moskee vorige week. Maandag, verplegers blijven demonstreren. Nadat vorige week het loonoverleg vastliep, dreigen nu hardere acties in de gezondheidszorg. We gaan deze week verder met het Museum van Dordrecht, waar, u weet dat, een man miljoenen schade toebracht aan schilderijen. Tot vele verbazing, en dat is dan nog voorzichtig uitgedrukt, werd hij na een paar uur alweer vrijgelaten door justitie. Schiet de wetgeving bij dit soort misdrijven tekort? Een reportage van Bert Visser en Noeska Thomas. Ik kan er eigenlijk nauwelijks naar kijken. Nee. Ik kan eigenlijk met droge ogen kan ik niet naar beneden kijken, want ik weet wat het betekent. Ik weet ook hoe gaaf het schilderij was. En ik vind het iets verschrikkelijks dat het eigenlijk zo lichtvaardig en zo nodeloos is beschadigd. Wat er gebeurd is natuurlijk iets dramatisch. Ik heb er zelf bij gestaan bij de schilderijen kort nadat het gebeurd was. Ja, het is heel verschrikkelijk. Het zijn natuurlijk prachtige schilderijen en het behoort tot wat men noemt het Nederlands erfgoed. En om dat dan vernieuwd aan te moeten treffen, ja, dat doet iedereen wel wat. Ik vind het onvoorstelbaar dat iemand die zo'n schade aanricht, twee uur bij het politiebureau is en dan weer op straat staat met de aanbeveling naar een psychiater te gaan en een half jaar niet meer het museum in te mogen. Dat is een rechtspleging of een opvatting daarover die voor ons onduldbaar is. Het zal nog jaren duren voor het Dordrechts Museum over de klap heen is. Vorige week woensdag sloeg een 61-jarige man zijn slag. Uit onvrede over zijn werkloosheid vernielde hij in enkele minuten met een vlijnscherp mesje 10 meesterwerken uit de 17e eeuw. Deskundigen zijn op dit moment nog bezig met het opnemen van de schade. De komende dagen zal een plan worden gemaakt voor de restauratie, die zeker een paar jaar gaat duren. Directeur De Groot kan nog steeds niet begrijpen dat de verwoester van zijn schilderijen na een paar uur alweer vrij man was. Ik vind het onbegrijpelijk dat kunstwerken zo weinig beschermd worden. In wezen heeft een kunstwerk weinig status, blijkt eruit. Dat het gewoon vernieling van een auto of een fiets op hetzelfde niveau wordt behandeld als een kostbaar kunstwerk wat door de eeuwen heen gekoesterd is en waar duizenden mensen ook nu nog van genieten. De vernieler zal binnenkort voor de rechter moeten komen en kan dan maximaal 2 jaar gevangenisstraf krijgen. Te weinig om hem in voorlopige hechtenis te houden. De wet bood hem niet de mogelijkheid om hem langer vast te houden. Het is zo in Nederland dat als je een strafbaar feit pleegt waarop 4 jaar of meer aan gevangenisstraf is gesteld, dat iemand dan in voorlopige hechtenis genomen kan worden. Nou, vernieling, daar zegt de wet van: hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar. Dat betekent dat er dus geen 4 jaar op staat en ik de man niet langer dan 6 uur voor verhoor kon ophouden. De museumwereld vraagt zich intussen af of het niet hoog tijd wordt om de wet te veranderen. Want het is niet voor het eerst dat kunstwerken, om wat voor reden dan ook, worden vernield. We hebben een beschadiging gehad van de nachtwacht in het Rijksmuseum.